jullie willen weten hoe je je wenkbrauwen mooi en goed kan verzorgen. Zoals jullie zien zijn al mijn haartjes, kijk, allemaal naar de verkeerde kant. Ja, hoe ga ik dat nu mooi terug fatsoenlijk doen? Met wat ga ik beginnen? Met een Essence Lash and Eyebrow Gel Mascara. Die heb ik van de Kruidvat. Het is een gel. En het dient ervoor voor een mooie glans op je wenkbrauwen. Maar je kan het dus ook voor mascara gebruiken. Voor je de mascara aanbrengt. Dus je gaat zo over je wenkbrauwen heen. En je zet ze in vorm hoe dat je wil. Dus je maakt ze smaller, je maakt ze breder. Je bepaalt dat eigenlijk een beetje zelf. Ja. Ik ga niet nogmaals pompen, want dan wordt het te veel. Dus dan zit er een gel. Met gel moet je altijd oppassen. Zo, nu zijn ze goed beschermd. Wat ik dan nu ga doen, is met het Eyebrow Designer 03 Brown van Essence. Zo'n borsteltje. En je kan er ook je wenkbrauw mee bijtekenen, maar dat ga ik niet doen. Dus ik ga ze gewoon even te goed borstelen. Sommige mensen doen het met hun handen. Ik zeg je, dat gaat daar niet mee. Dan liggen ze niet te goed hoe het moet. Dus doe het echt effectief met een wenkbrauwpotlood. Wenkbrauwborsteltje. En ja, dat fixeer dan een beetje met je vingers. Zo. Vind je het nu iets te nat aanvoelen? Heb ik een heel goede tip. Het gaat heel raar klinken, maar iedereen heeft dat wel. Heb je het niet, ga gewoon even naar de lijst of waar dan ook Kruidvat, overal heb je dat. Een roze Labella Velvet Rose. Dat breng je aan op je wenkbrauwen. Maar ga niet te veel doen, hè. Gewoon, kijk, zo. Gewoon één keer over je wenkbrauw heen. En echt dat het helpt. Om ze een mooie, glowy glans te geven. Het plakt. En dan, ja, als laatste om echt alles mooi te fixeren, ga je iets doen. Je neemt namelijk een fluffy kwast, waar je je blush mee aanbrengt. En je gaat poofy bewegingen maken. Over je wenkbrauwen. Echt dat het allemaal mooi gaat zitten en mooi op zijn plek blijft. Ja, en dan zijn je wenkbrauwen gewoon helemaal goed. Kijk. Want ja, ik vind het altijd wel belangrijk dat mijn wenkbrauwen mooi zijn en een beetje fatsoenlijk. Dus ja, ik hoop dat jullie deze tutorial leuk vonden en ik zie jullie snel weer. Doei!